YouTuber Acid krijgt straf. Hij moet €800 boete betalen en €20.000 schadevergoeding. En hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Dat betekent dat als hij nog een keer de fout ingaat, dat hij dan 3 maanden de gevangenis in moet. Ja, ik heb een gevangenisstraf met uitstel gekregen. Dat betekent dat niet naar de gevangenis moet, maar het is wel nog steeds een gevangenisstraf. Acid is een van de populairste YouTubers van België. En ook in Nederland volgen mensen hem. Ook door deze video. Yo, YouTube, Acid hier. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag speciale video, man. We gaan mensen exposen. En daar krijgt hij de straf voor. Acid maakte de namen bekend van mensen die volgens hem meer straf verdienden dan dat ze hadden gekregen. En dat had te maken met de dood van deze jongen, Sanda Dia. Hij wilde graag lid worden van een studentenvereniging. En daarvoor moest hij hele rare opdrachten uitvoeren. In een put met ijskoud water zitten bijvoorbeeld en veel alcohol drinken en vieze dingen eten. Hij werd daar zo ziek van dat hij overleed. De groep studenten waarvan hij dat moest doen, reuzengommers heten ze, die kregen werkstraffen, klusjes doen dus. En veel mensen vonden dat veel te weinig. We express our deep disappointment. Ik vind dat de straf harder had moeten zijn, want dat is niet oké wat er is gebeurd. Ook Acid was boos. Wat €400 en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Deze reuzengommers kunnen er op de een of andere manier van afkomen zonder gepubliceerd te worden door de media. Niemand post en gezegd. En daarom maakte hij wel bekend wie het waren. Ik ga 5 mensen uit Reuzegom kiezen. Een beetje info over hen, ga je verhaaltjes vertellen over hen. Vertellen hoe dark ze zijn. Maar de rechter zegt dat Acid dat niet had mogen doen. De studenten en hun familie zijn bedreigd en lastig gevallen doordat Acid hun namen bekend maakte. Hij krijgt zelfs een hogere straf dan de Reuzegom-studenten na de dood van Sanda Dia. En dat vindt hij heel oneerlijk. €20.000. Hoeveel hebben de Reuzegommers per persoon moeten betalen? Weet u dat? En dit komt ook op mijn strafblad. Dat is waar met de Reuzegommers ook niet gebeurd is. Zij hebben niks op hun strafblad. Dat is volledig blanco gebleven. Op de mijn staat er nu dat ik een gevangenisstraf heb. Er zijn sowieso heel veel mensen die achter Acid staan. Dat was niet zo slim om die video te maken, maar ik vind ook dat hij dat zeker niet verdient. Ik vind dat hij met een waarschuwing ervan af zou moeten kunnen komen.